Wat doet uw school om groente en fruit dus standaard te maken? Bij basisschool De Kameleon blijft het gezonde 10 uurtje. Na afloop van het EU schoolfruit- en groenteprogramma gaat de school zelfstandig door met hun schoolfruitabonnement. De Kameleon is een openbare sportieve basisschool. Dat staat voor een gezonde leefstijl bij de kinderen en sportief gedrag. En daar past het EU schoolfruit- en groenteprogramma heel mooi bij. En dat nemen we nu al 5 jaar af op de Kameleon. Dankzij het programma komen de kinderen ook in aanraking met verschillende en nieuwe soorten fruit. En in een klas durven ze dan vaker ook ander soort fruit en groenten te eten die ze nog niet kennen. Een leuke bijkomstigheid aan het programma is dat de leerkrachten het integreren in hun taal- en rekenonderwijs. Ze geven bijvoorbeeld de kinderen opdracht om groenten en fruit eerlijk te verdelen over de hele groep. Het is groen en het valt van een berg af. Een kiwi. Het is inmiddels een gewoonte bij ons op school om met 10 uurtje fruit en groente te eten. De ouders betrekken we ook hierin actief door ze bijvoorbeeld mee te laten helpen bij de jonge kinderen. Zij snijden fruit en groente en verdelen dat ook over de groepen. Wij zien grote voordelen aan het programma en hebben daarom besloten om het structureel te maken binnen onze school. Voor het fruitabonnement hebben wij een sponsor gevonden. Daardoor kunnen wij de kinderen 3 dagen per week fruit en groente aanbieden. De overige 2 dagen vragen wij de ouders om zelf fruit en groente mee te geven naar school. Een tip voor alle collega-directeuren. Hou het simpel, hou het laagdrempelig en zet in op het stimuleren ervan. Wij hebben gemerkt dat het een sneeuwbaleffect heeft, dat steeds meer kinderen dan fruit en groente meenemen. En op een gegeven moment wordt het raar als je dat niet bij je hebt. Zet u zich ook in voor groente en fruit op school? Ga iedere dag voor een gezond 10 uurtje. Bekijk de mogelijkheden in het stappenplan. www.euschoolfruit.nl/stappenplan